Hallo kijkers, tof dat jullie kijken naar deze goed nieuwe video. Ik heb eindelijk de grootnieuwste Star Wars Lego game. Ik heb er echt heel veel zin in. We kunnen oftewel beginnen met de Phantom Menace of ja, een nieuwe hoop. En ik dacht eerst te beginnen met een nieuwe hoop. Maar ja, ik heb toch eigenlijk denk ik meer zin in om met Phantom Menace te beginnen. Dus laten we hiermee beginnen. Lang geleden in een sterrenstelsel hier ver vandaan. Ook de intro is al zoals bij de films. We beginnen waarschijnlijk met Obi-Wan Kenobi en Qui-Gon Jinn. Of Qui-Gon Jinn aan de Trade Federation. We beginnen met de blokkade. Ja, jullie hebben waarschijnlijk ook wel de films gezien, dus jullie weten waarschijnlijk ook al wat er gaat gebeuren. Oh, we beginnen al meteen met een schip. Oké, we zijn aan boord op het grote schip. We moeten waarschijnlijk aan het rood gaan. Welcome, ambassadors. I am TC-14 at your service. En we moeten deze droid volgen. Hij wandelt best traag. I still have a bad feeling about this, you know. Don't center on your anxieties, Obi-Wan. Keep your concentration here and now, where it belongs. But Master Yoda said I should be mindful of the future. For something as trivial as this trade dispute. Hij is ook op tillen. En die komt hier zo. Oké, dat was een goede move. So much for the negotiation. En we kunnen weer verder. Doing. Deze Lego game ziet er echt goed uit. Deze muur zal ons niet stoppen. Oh, nu zijn we bij hier dit stuk. Nu komt weer een cutscene. Over Jar Jar Binks. Dan. En nu gaan we naar die onderwaterstad. Kan ik hierop? Nee. Maar als ik hem aanval. Jar Jar is de Sith Lord. Wow. En dan ook nog een vis. Dit ziet echt goed uit. Oh, dat was een salto. Hup. Hallo je wachters. We shall not like that, Naboo. We must warn them. Ja, in mijn truck. We shall give a user una bongo. The speediest way to the Naboo is going through the planet core. What is to become of Jar Jar Binks here? Be gone with him! Oh, we kunnen dit bereiden. Oh, we kunnen dit beïnvloeden via de Force. Even terug. Dit is alles zoals het goed is. En nu het transportschip. En daar is die andere vis. Inderdaad, Qui-Gon. Stay calm, we're not in trouble yet. Now it's back. Oh ja. Full speed ahead. It's a told you the planet was not bombing. Your constant optimism is really encouraging, Jar Jar. En nu moeten we de queen eruit, de Amidala. Oh, daar zitten ze. Bij de film moesten we nog ergens van afspringen, maar hier is het niet zo. But who do we have to thank for our rescue? We're ambassadors to the Supreme Chancellor. It's urgent that we make contact with the Republic. You have transport? In the main hangar, this way. Ze rennen wel sneller. Daar op het schip, die we moeten gebruiken. Daar gaan we. Here's the blockade. Schip, schip. You haven't seen. You buying anything? This neck bent clinic scope. A banta. Input. Like a banta. Like a banta. Kan ik hier mensen kapot stampen. Ah, die zit er al op. Ja, dat is wat zo. I need parts for a J-Type 327 Nubian. I have 20,000 Republic captains. Enigst tot daarin. I need something more here. I wager my new racing pod against, say, the boy and his mother. No pod is worth two slaves. The boy though. That's absolutely right. And it's big turnout here from all corners of the outer realm. Now later, we've got Anakin Skywalker, a local boy. Remember, concentrate. Get it at all level. Feel. Thank you. Use your instincts. I will. May the force be with you. Oké, we gaan al beginnen. Wordt het een beetje zoals in Mario Kart, maar in de Star Wars. Oh. Ik sta nog pijltjes waar we heen moeten. No, this is sport racing. En we hadden de eerste ronde. Oh nee. Oké, we kunnen weer verder. Dit is het leukste stuk. Oh, ja, we hebben verloren. Moet opnieuw doen. Hopelijk gaat het deze keer wel goed. Moest nemen. Oh, heel belangrijk. Het moet sneller. Die moeten we nog inhalen. Gaat ons lukken. Ja, we kunnen winnen. Oké, dat is de goeie denk ik. We hebben gewonnen. You knew the boy was going to win. Somehow you knew it. Bring the parts to the main hangar. Pack your things. We haven't much time. Yippee! Is he to become a Jedi? Yes. What about Mom? It is time for you to let go. I will come back and free you, Mom. I promise. Ah. Wel sad als je weet wat er in de volgende film gaat gebeuren. Met Anakin's moeder. I'm sorry I wasn't able to finish it, Rufio. Bye. Anakin, it's time for us to leave Tatooine. Anakin, go! Oh, good idea! Cha-cha. Ik moet naar Coruscant gaan. Weet je, ook weer een van mijn favoriete planeten. De planeet is gewoon één grote stad. De Jedi-tempel. Fancy that. A personal welcome from Daar hebben we Palpatine. Hij is de Sith Lord. Pak hem. Hier nog een random boom. Kijk hoe mooi deze wereld is. Ah, hier het kantoor van Palpatine. Die is wel heel mooi. Order! Order! Honorable representatives of the Republic, I move for a vote of no confidence in Chancellor Valorum's leadership. Order! Order! I've decided to go back to Naboo. Please, Your Majesty, stay here where it's safe. I take Anakin as my Padawan learner. Now is not the time for this. Go with the Queen to Naboo and unravel the mystery of the Sith. Clouded, this boy's future is. En we zijn weer weg van Coruscant. I am Queen Amidala. No. I am Queen Amidala. I am Queen Amidala. No, I am Queen Amidala. I am Queen Amidala. I am Queen Amidala. I'm sorry for my deception, but it was necessary to protect myself. If we do not act quickly, all will be lost forever. I beg you to help us. Maybe we shall be friends. Let's head to the palace. We must launch an attack on their control ship and confront the Viceroy. Best lads. Annie, find cover. Quick! Get to your ships! You'll be safe there. My guess is the Viceroy is in the throne room. But that's my ship! Oh. We'll handle this. We'll take the long way. Yeah, that's coming. Battle droids. We have company. Die kunnen we al snel uitschakelen. Op naar een hoger level. De humor van dit spel is wel geweldig, vind ik. Hoe gaan we daar raken? We moeten gewoon jumpen. Het is een parcours. Wat als Qui-Gon dit stuk overleeft? Alternatief van Star Wars. Dan zou Qui-Gon waarschijnlijk Anakin trainen. Dat zou wel heel erg interessant zijn. Ah ja, zo terug. Ja, in twee gehakt. Nee, Qui-Gon. Obi-Wan, promise. Promise me you will train the boy. Yes, master. En dood. Ja, zeker en vast, hij is zeker dood, zeker en vast niet dat hij terugkomt of zo. De Gungans. Welcome, warriors. We are ready to do us a part. Starting up the shield. Maakte geschut. Oh ja, we moeten naar die katapult. En nu afvuren. Oh, ze komen hier aan ons schild. Daar komen de battle droids in grote aantallen. En dat bedoelde ik dus met grote aantallen. Oh, we kunnen katapult besturen, dat is fijn. Misschien moet ik weer de tanks uitschakelen. Nog één tank. Mooi. Oh, giving up, General Jar Jar. We suck think of something. I give up. I give up. Aren't you get us off this autopilot? Ik heb weer ruimtemissie. Bravo flight, let's get in close. Ik zie al wat ik moet doen. Moet je deze dingen eens kapot maken? We have to cut the Trade Federation's connection with their ground forces. Destroy the signal antenna. Working, R2. It's working. If we're doing it right, we aren't gonna stop. Just like racing through Arch Canyon. Oops, this is not good. Oh ja, ik maak het. En als ik moest, ik ga nu dit nog. En nu moet tot het hele schip. Look, one of us out of the main hole. En daar gaat het schip van de Trade Federation. En daar gaan ook wel het droids. En dit was dan de Phantom Menace zeker. Leuk begin van het spel. Together we shall bring peace and prosperity to the Republic. What will happen to me now? The Council have granted me permission to train you. Oké, Phantom Menace voltooid. Maar ik wil je bedanken om te kijken naar deze video. Dus we hebben de Phantom Menace voltooid. Nu is de volgende is dan Attack of the Clones. Maar dan voor de volgende video. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. En dan zie ik weer terug bij de volgende video. Dus doei doei.